Welkom bij de Vlaamse Film Podcast, de podcast over Vlaamse film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikes. De romantische komedie Smoorverliefd volgt vier sterke vrouwen onder één dak die zich samen een weg banen door de chaos van liefde. Ik sprak erover met schrijver-regisseur Hilde van Miegem en schrijver Bert Scholiers. We hadden het over de evolutie van het script tijdens het schrijven en wat ze allebei hebben bijgedragen. Hilde regisseerde ook de Nederlandse remake en die bespraken we ook. Let op, er zijn spoilers voor beide films. Dit is de laatste aflevering van dit jaar en ik wil hierbij graag al mijn luisteraars bedanken en prettige feestdagen wensen. Ik verwelkom Hilde van Miegem en Bert Scholiers in de podcast. Welkom. Hallo. Goeiedag. We gaan even praten over de film Smoorverliefd. Hilde, jij bent de schrijver en regisseur van de film. Bert, jij bent de schrijver mee. Om te beginnen, waar kwam het initiële idee van de film vandaan? En ik denk dat die toen nog Oh No, It's a Woman noemde. Ja, Oh No, It's a Woman. Kwam oorspronkelijk van mij met... Eigenlijk is het gebaseerd een beetje op mijn leven met mijn zus en mijn twee dochters in huis. Dat was een beetje de kapstok. Dat wilde ik ook doen. Daar werd het dan opgehangen. En dan was het vooral zo... de idee van... Een vrouw die eigenlijk overal op wat ze ook zegt en doet, ontvangen wordt met... Oh no, it's a woman. Oh nee, het is weer een vrouw. Zoiets van hoe vrouwen behandeld worden. Dat was het oorspronkelijke idee. En hoe dat hij toch een zot leven heeft, maar ook een heel goede carrière. En hoe dat hij succesvol is. Maar eigenlijk continu onderuit wordt gehaald door anderen in de zin van... Oh no, it's a woman. Oh nee, het is een vrouw. Zo van... Iets wat in die tijd, denk ik, bij mij erg speelde. Omdat dat iets was waar ik heel vaak tegenop liep. Zo, niet dat men letterlijk zei van... Allee, dit komt weer van een vrouw of zo. Maar je voelde toch de tegenstand die er was omdat je vrouw was ook wel. He, zo stomme opmerkingen van... tegen mijn monteur bij een van de vorige films zeggen... Ja, dat werkte echt niet gisteravond, die DVD... En dan, vrouwen en knopjes en draaikjes, was dan de opmerking en zo. En dan bleek inderdaad met de DVD iets mis te zijn. En niet met die vrouw die dan de knop niet vindt. Maar daar kwam het eigenlijk uit voort. Uit dat soort gemakkelijke grapjes en platitudes die nergens op slaan. Voilà. Maar het ging natuurlijk ook vooral over dat liefdesleven van die vrouw en over dat, hoe dat allemaal was. En zo is dat vertrokken. En dat heeft dan een hele evolutie doorgemaakt. En pas echt een grote evolutie op het ogenblik dat Bert erbij gekomen is. En toen had ik toch al wel x aantal versies geschreven. Maar dat moest zo verbreed worden, dat zat wel strop. En toen kwam Bert eraan. En dat was een idee van Frank van Passel, die zei, lijkt mij boeiend dat jullie zouden samenwerken, wat het achteraf ook bleek, dat dat zeer boeiend is als wij samenwerken. Maar ik had in het begin geen idee wie Bert was. En toen ging Bert aan de slag met dat scenario en die veranderde zomaar eens even het hoofdpersonage van Judith naar de jongste dochter, naar Eva. Ze werd vertelster eigenlijk, hè? Zij werd vertelster, ja. Maar het werd eigenlijk werd het hele hoofd, heel het verhaal, datzelfde verhaal, verteld vanuit dat jong meisje. En daar had ik het in het begin heel moeilijk mee. Ik had echt nee, dat gaat daar niet over. En dan een tweede ingrijpende iets wat Bert deed, was de fantasie of de verbeelding of de dromerijen van die vrouw ook in een scène te schrijven. Allee, dan zien ze ineens echt op het dashboard aan het stationklok, ziet de zus ineens dat er een minnaar haar opzoekt en zegt, blijf bij mij. Kom. En dat soort die scènes, zo al die droomscènes, ook van Eva, van alle vier de personages eigenlijk, ook dat was een idee. Dus dat was, die inhoud was dezelfde, maar heel dat scenario was voor mijn gevoel toen, ondersteboven gegooid. En vooral die jonge vrouwen. Dus ik heb daar even aan moeten wennen. En dan heb ik dan weer wat ik vond dat bij Bert tekort schoot, er weer meer ingebracht. En dat gaat dan vooral over emotionaliteit. Ik ben echt in ons tweeën de emotionele factor. Degene die
Ja, dat ben ik ook als mens. Ik ben ook een hartstochtelijk mens, iemand met passie en iemand die heel erg emotie voelt en ook wil laten voelen aan anderen. Daarom vertel ik verhalen, daarom schrijf ik boeken, daarom schrijf ik columns, daarom maak ik films. Ik wil heel veel van die emotie die ik soms veel te veel van het goede voor mezelf vind, wil ik delen. Dus, en Bert is de zakelijk, zal ik niet zeggen, maar de meer pragmatische, cerebrale man die in zijn kop leeft. De intellectueel, zou ik bijna durven zeggen. De man die een enorme bagage heeft. En zeker sinds dat hem dan gaan studeren is op filmschool. Dat was toen nog niet het geval. Dat was toen nog niet het geval. Maar Bert is zo'n filmfanaat. Die je dan ook kan platslagen met alle mogelijke informatie over... Ja, maar in die film hebben ze dat zo gedaan en in die dat. Want bijvoorbeeld, er kwam enorm veel bezwaar tegen de voice-off van het meisje. Dat niet interessant... Weet je niet meer, Bert? Door de commissie ook, hè, dat niet interessant zou zijn en zo. Ja, dan komt een Bert met een lijst af van x aantal topfilms... waarin de voice-off een hele belangrijke rol speelt. Onder andere Shawshank Redemption. En zo zijn er nog zoveel films. Dus dat was... En dan, ja, hebben wij eigenlijk versie na versie afwisselend geschreven. Toch ook nog wel 5, 6, denk ik. Denk het wel, hè, Bert? Zeker nog... Ja, ja. Voor mij is die periode heel vaag. Tussen de eerste versies en het draaien herinner ik me niet meer zoveel van. Dat is heel grappig. Ah ja, maar je herkent het wel als ik het zeg. Ja, dat is waar, ja. Ja, maar het aantal of zo, dat is niet concreet, dat is een soort waas. Maar ik denk 5, 6 versies toch nog wel. En dan hadden we uiteindelijk, ja, het filmscript. Hè. En ik denk dat ik voor de Nederlandse film, heb ik het zelf aangepast. Dan hebben we daar niet voor samengewerkt, dat heb ik dan alleen gedaan. Nee. Maar vooral met de acteurs in Nederland dan ook. Mm-hmm. Voilà. Ja. Ik heb een treatment van 2008 van Bert. Dat was toen jij er dan bij bent gekomen, denk ik dan. Ja, dat was... Ik had toen in die zomer met Hilde en met Frank... of met Hilde alleen, denk ik, afgesproken, ja. En dan heb ik me gewoon even een maand teruggetrokken of zo en dat treatment afgeleverd. En dat was dus eigenlijk die hele... Dat is eigenlijk vooral die versie waar Hilde het over heeft, denk ik, die helemaal... dat was eigenlijk voor carte blanche met die materie en met de verhalen die Hilde vertelt. Ja, het was... Ja. Dat treatment waar ik het heel moeilijk vind. Ja. En dat is dan een combinatie van de versie van Hilde en dat treatment dan het vast script geworden dat we ingediend hebben een paar maanden later of zo. Maar als ik dat terugbekijk, Hilde, is dat heel kort op elkaar gegaan. We hebben heel, heel snel gewerkt toen. We hebben heel hard en heel snel gewerkt, ja. Zo'n paar maanden werd het vast gegaan en dat werd ook een stuk, dus dat was heel leuk. Maar het verhaal zat natuurlijk al zodanig... Allee, hoe zeg je dat? De fundamenten lagen er allemaal. Hè? Het was gewoon andere ornamenten aan het huis, een andere kleur, een andere voordeur, ik zeg maar wat. Hè? Maar het huis stond er wel al zo. Het was gewoon net leuker en beter en pittiger maken. Want ik weet nog dat Frank zei, kom, geef die gast nu gewoon uw vertrouwen en laat je nu die eerste versie schrijven. Maar ik had het er echt heel moeilijk mee. Totdat die eerste versie er lag. En dan was ik helemaal verkocht. En dan hebben we dat verder uitgepuurd. Dan waren er, wat ik er straks al zei, emotionele scènes weggelaten. Die ik toch absoluut er terug in wou. En dan, maar dat ging allemaal... Wij konden zo vlot. En bij elke samenwerking, ook daarna, ook bij Sprakeloos... Wij zijn gewoon een heel goed team. Wij willen elkaar heel goed aan, heb ik de indruk. Mm-hmm. Hoe verloopt de samenwerking? Dan schrijven jullie samen? Of, Nee, volledig apart. We schrijven volledig apart. Maar we zitten wel... We doen wel zo'n algemene doorpraatsessies eigenlijk. Ja. En dan wordt een versie geschreven, terugkoppelen met doorpraten, en dan gaat iemand anders met de versie aan de slag. En zo wisselen we eigenlijk af, denk ik, hè. Ja, ik krijg dan een versie van Bert. Ik zeg, ik mis dat en dat en dat. Daar gaan we dan over praten. Ik maak die tweede versie, geef die aan hem. Hij zegt, oké, dat snap ik wel. Maar nu is er dat en dat en dat tekort voor mij. En dan praten we daar weer over. Dan gaat hij weer verder. En dat hebben we zo 3 keer heen en weer gedaan. 3, 4, 5 keer heen en weer zo. Mm-hmm.
Maar we schrijven nooit samen, nee. We brainstormen wel veel. Ook verspraakloos zitten we samen van waar vertrekken we, wat is de insteek. Maar bij Sprakeloos is het gelijk opgegaan, omdat we daar van in het begin allebei bij waren. Hè? Allee. Ook omdat, inderdaad. En dat was ook, in beide gevallen was het voor mij heel aangenaam, omdat in de eerste keer lagen die eerdere versies van Hilde al, en de tweede keer was het boek van Tom Lanmaier. En dat is. Dus ik heb sindsdien altijd van nul af aan begonnen met schrijven. En dat was eigenlijk altijd wel heel leuk om van zoveel al te beginnen. Omdat dat eigenlijk veel minder brainpower van jezelf nodig heeft. En dan moet je eigenlijk vooral gaan structureren en abstract. Maar dat is ook, want schrijf je alles alleen wat je allemaal geschreven hebt? Nu wel, ja. De laatste jaren? Ja, de twee seizoenen van de film. En wel, bij Fuck You, het eerste seizoen, heeft Malen Sarah Gozijn mee in de writers room zitten en veel nagelezen en gefeedbacked en ook wat meegeschreven. En Daphne ook, maar het schrijfwerk deed ik eigenlijk zelf altijd. Ja. Maar ik zou nooit meer alleen willen schrijven. Allee, ik bedoel, dat heeft mij enorm... Ik heb De Kus alleen gedaan, ik heb Dennis van Rita alleen herwerkt. Maar je hebt ook wel weer je roman alleen geschreven, dat wel heel goed ging. Ja, maar daar heb ik geen probleem mee. Maar scenario is toch nog anders, heel anders dan een roman, vind ik. Maar mij lijkt een roman veel, veel moeilijker. Ja, dat is moeilijker, maar ja, dat is zo van uzelf. En er is helemaal niemand die jou op de vinger stikt. Ja. Behalve de redacteur een beetje, maar dat is dan ook nog... Daar heb je ook van, het is jouw boek. Als jij beslist dat het zo blijft, dan blijft het zo, snap je? Dus ik vind het moeilijker. Ik vind het scenario moeilijker. Nee, je zegt dat de grote lijnen van, ik ga dan zeggen, de vier hoofdpersonages al wel vastlagen toen dat Bert ermee aan de slag was. Dat is volledig fictief dan de verhaallijnen van de personages? Alhoewel dat de situatie gebaseerd is op je eigen situatie? Ja, nee, dat is overdreven. De kapstok was een huis met vier vrouwen die over mannen kletsen en over de wereld kletsen en over alles kletsen. Dat was eigenlijk de kapstok van heel het scenario. En dan alle invullingen, sommige zijn gebaseerd op toestanden die ik zelf heb meegemaakt met mannen. Ik heb ook heel veel plezier beleefd om dat te schrijven en te filmen. Ook heel grappig dat bepaalde mannen die in mijn leven zijn voorgekomen, die de film zagen, zich niet herkenden. En degene die niet erin zaten, zeiden van, ah, dat ging over mij, hè? Dat waren dan natuurlijk de leuke mannen die ze eruit pikten. Maar ik was vooral verbaasd dat degene die waar het echt over ging, dat die dat niet herkende. Ik dacht, oké dan. Maar bon. Dus ja, autobiografisch is zeker niet het goede woord. Maar het is wel gebaseerd op de leefwereld die ik gekend heb met mijn twee dochters en met mijn zus in dit huis wonende. Waar dat we het heel veel over mannen en de liefde en het leven hadden. En voilà. En daarom ook zo leuke dingen. De Stef die dan meespeelt. Allee, dat is dan in de Hollandse versie, geloof ik. Hè? Nee, Stef is in de Vlaamse versie. Ja. Dat was dan pas het lief van Marie en zo. En allemaal zo van die leuke dingen die je dan meeneemt in je werk. Zo. Ja. Maar autobiografisch is zeker een groot woord. En heb je ook lang zelf er dan aan gewerkt om die verhaallijnen uit te werken? Of is dat ook vrij snel gekomen dan? Van de vier vrouwen? Nee, ik heb heel lang gewerkt daarop. Want in het begin was Judith, die werkte op een krantenbedrijf. Dat is ook erbij gekomen met onze rewrites, dat hij een actrice is geworden. Dat was ervoor niet. Nee, die was... Die werkte op een modemagazine en in zo een tijdschriftenbedrijf, een krantenmediabedrijf. Waar dat die man niet hoger op geraakte door nooit zo'n woman, door nooit de credits te krijgen die ze verdiende. Dat was oorspronkelijk, dat herinner ik mij zeker. Ik heb lang, ik denk zeker een jaar gewerkt voor Bert erbij kwam, hoor, als er geen twee waren. Ja, ik... Ik denk dat ik al 16 versies had en dat we... Ja, nu weet ik het zeker. En dat de 21ste is gedraaid. Denk ik. Ik zag dat je in 2006 scenario steun had gekregen. Dus dat is al een...
Een beginpunt. Allee, dat is dan 2 jaar voor dat Bert erbij kwam. Ik ben zo'n ja, zeker 2 jaar. Zeker 2 jaar. En dat was in 2006, zeg je. In 2006 was er scenario-steun van ah, ja, PAF. Maar dat klopt wel. Want in 2002, 2003 heb ik de kus afgewerkt. Ik heb tussendoor nog Dennis van Rita gedaan. En ik ben dan onmiddellijk aan Smoor Verliefd begonnen. Dus ik heb zeker 2 jaar zonder Bert gewerkt. Ik zie dan ook dat eigenlijk Judith, die dan op een mediabedrijf werkt en niet hogerop geraakt, dat doet mij een beetje denken aan de verhaallijn van Michel dan. Ja, Michel, het meisje die zogezegd niks kan. En niet, dat is echt wel wat gebaseerd op mijn pleegdochter en haar relatie met haar vader, zo wat. Dus ja, het is ook deels wel autobiografisch. Maar ja, is dat daardoor gekomen? Nee, dat denk ik niet. Nee, het ging erover, in werkelijkheid was Chris agent en casting agent en Sarah heeft dat later overgenomen. En kreeg heel lang het vertrouwen van haar vader niet. En dat element wilde ik heel erg gebruiken in de film. Niet, ik heb dat niet nagedaan, of niet feitelijk, zeker niet. Maar dat element wel, van een vader die zijn dochter niet ziet. En die altijd. En dan komt een Bert die zegt: ja, maar dan zitten we er een klein kindje. En dat is natuurlijk zo geweldig. En dat is zo geweldig aan Bert, zijn visueel talent, zijn talent om iets in beeld om te zetten. En daarom denk ik ook dat boekschrijven mij zoveel beter afgaat. Ik ben beter in vertellen dan in het visueel vertellen, als je snapt wat ik bedoel. Zou dat kunnen, Bert, wat ik zeg? Ja, dat kan, hè, ja. Maar jij vindt mij wel goed, hè? Ja, zeker, ja. Maar ik bedoel ook als scenarist, hè? Maar Ja, zeker. ik ben daar niet echt op mijn 100%. Als schrijver van boeken en columns veel meer. Voel ik mij veel meer als een vis in het water. Bij het scenario, ik blijf dat heel moeilijk vinden. Je bent ook zo gebonden aan een korte tijd. Hè? En je moet het ook, ja, altijd visueel vertellen. Don't tell, show. Weet je, dus. En daar was Bert natuurlijk super in. Ineens dat klein meisje tegenover die Koen de Bui, dat was gewoon geweldig. Dat werkt ook heel schoon, dat personage. Ja, voilà. Grappig, ik ben de hele tijd zo door het de NO-versie van Faf aan het scrollen hier op mijn iPad. Het is wel hallucinant hoeveel dat er toch nog veranderd is daarna. Ik lees zoveel Ja, stukken dialoog in die films. Dat is wel grappig, ja. Dat is het is heel enorm veel veranderd. apart. Enorm, enorm. Enorm. En dat geeft het Ja. scenario echt een elan. Want in het begin, ja, op den duur zat ik tegen een muur op en ik kwam Nee, daar maar niet ik bedoel onze versie nog, de versie die wij samen geschreven hebben. Dat tussen dat en de film is ook nog een gigantisch verschil uit. Oh ja, maar eigenlijk. er is ook nog heel veel veranderd, ja. Want jij ging in het begin serieus ver, hè? Iets te ver naar mijn goesting. Ja, ik zie heel veel verhalen met het tienermeisje, ook met feestjes met tijdgenoten en zo. Ja, maar jij was in die eerste versie volledig gefocust op dat jong meisje van Ja. waaruit het verhaal verteld werd, zo. En ik heb dat toch terug naar Judith getrokken, veel meer. En ook veel Michel zie ik. Maar dat is misschien ook Ja, ik dat die weet nog onze jongeren. discussies over Ja. dat ik zei, kun jij je eigenlijk voorstellen seks met een vrouw van 40? Nee, En maar jij ik was zei, toen. nee, eigenlijk niet. Nee, maar ik was toen 3 of 24, denk ik. Dus Ja, mijn je was niet zag eigenlijk heel bij jong. Michel, een personage was mijn leeftijd, en die tienertijd zat ook veel dichter bij mij nog. Ja, voilà. En En dat dat was was. ook fascinerend, die. Ja, en daarom ging jij ook zo door in die jonge wereld. Maar daar heb Ja. ik helemaal moeten terugtrekken. Maar nee. We hebben het wel ook over die oude vrouwen die met mannen worstelen. En die, of ouder. Allee, een 40-jarige was dan voor Bert oud op dat moment. Maar. Nu is dat mijn leeftijd. Ja, voilà, nu is dat jouw leeftijd. Ik En, maar. zou niet Ja. weten om een tienermeisje te schrijven nu. Dat is een heel andere wereld ook alweer. Ja, voilà. En ik kom natuurlijk uit die oudere vrouwenwereld. Of alleen 40er, 50ers. In 2008 was ik 50 al, hè? Dus voilà. Klopt dat? Ja, dat klopt. Oh, Jezus. Amai, amai, amai.
In elk geval, voilà. Dus die twee, ja, wij twee, die twee werelden bij elkaar brengen, dat was echt wel een enorme verrijking voor die film. Ook een, als ik de versies vergelijk, iets dat wel ja, mijn groot verschil leek. Nu eindigt de film met Judith en Bert, dus Veerle en Koen, excuseer. Die dan, maar ervoor was het gewoon het einde dat, denk ik, Judith en Bert zo een momentje samen hebben, maar dan toch wel beseffen van, hier had iets kunnen gebeuren, maar er is al te veel overgegaan en het gaat niet meer gebeuren. Ja, dat was eerst zo, ja. Maar ja, het is een romantische komedie, hè. Het moet gebeuren, hè. Ze moeten samenkomen. Goh, ik weet daar niet zoveel niet meer van. Ik weet wel dat dat einde, die laatste scène, was zowel in het schrijven als in het filmen een hele moeilijke, delicate scène die helemaal fout kan gaan. Omdat ze eigenlijk zo dun is. In de zin van dun, ja, ze komen samen. Ha, ha, ha. Moeilijk om te vertellen. Dat zie je ook in alle romantische comedies. Zit je te kijken naar hoe... Want als het voorspelbaar is, en dat is het vaak... Dan, dus ja, ik vond dat heel moeilijk. Maar ik weet niet waarom dat... Ja, ik denk dat er gewoon onder druk van producenten besloten is voor een romantisch einde. Ik denk het wel, ja. Ja, ja. Ik herinner me ook... Druk, en niet alleen van producenten, maar ook van distributeur. Ja, wij waren heel erg... Hannah and Sisters was een heel grote referentie bij het schrijven, ja, toen. Ja, ja, ja. En de film zat, denk ik, de eerste keer iets bitterzoeter en was iets... Niet iedereen eindigde gelukkig en dat is dan iets meer naar klassieke romcom opgeschoven naar het einde toe. Precies, en trouwens, ik wil wederspreken wat ik daarnet zei. Het was niet de druk van de producenten, want die lieten ons... Het was echt de druk van de distributeur. Die zei, nee, dat moet een romantisch einde hebben. En dat was bij ons nog vrij bescheiden. In Nederland was die druk nog veel groter. Veel groter, op alles. Daar zullen we het straks ook nog over hebben. Dat vind ik ook heel interessant. Ook iets klein. Oorspronkelijk ging het eindigen in een speelgoedwinkel die dan het personage van Marie ontwerpt. Maar dat wordt dan het justitiepaleis waar dat ze dan de hart maakt. Alles met decor te maken. En alles met geld. En dat heeft alleen maar met geld te maken. En de hart was dan ook nog een probleem om dat te krijgen zoals we het wilden. En dat was niet zoals we het wilden. En dan moest je dan weer vanuit bepaalde hoeken filmen, zodat het dan toch een beetje werd zoals we het wilden. Heel die eindscène was een super lastige... Op alle gebied. Het was te duur om het echt te maken zoals we het dachten en wilden. Want als je dan uitpakt, pak dan uit met dat einde. Ik bedoel, niet met vuurwerk en zo, maar wel met ja, romantisch. En een speelgoedwinkel leende zich er ook toe. Want ik weet niet meer hoe het was, maar dat was een heel schoon einde met die speelgoedwinkel. Want op een of andere manier kwamen alle eigenschappen van alle personages daar weer in voor of zoiets. Ik weet het niet meer precies. Maar dat justitiepaleis, dat was een ramp. Ja, het enige dat we eigenlijk dan nog kregen, waren heel veel lichtjes in de bomen in de straat. Achter Veerle en Koen, waar dat ze elkaar kussen. Dat was het enige eigenlijk in de hart dat we een beetje aan feestelijke avond gedaan kregen. Zo. Dat is wel een van de dingen die je als Vlaams regisseur... ja, je moet echt leren met niks iets maken. Dat is... In Sprakeloos is dat heel goed gelukt, maar in een romantische komedie is dat soms net nog iets moeilijker, omdat dat gewoon meer luister vraagt in beeld. En meer... Ja... Ja, snap je? Die special effects, dat was duur. Al die special effects van alles wat er moest toegevoegd worden in de droomscènes van de personages... Dus ja, dat is dan schipperen en zoeken. Waar geef je je geld aan? Wat is het belangrijkste? En hoe kun je draaien op 12 uur terwijl het giet aan het justitiepaleis? En het mag niet gieten terwijl ze kussen? Allee, ja, bon. Dat was echt een heel moeilijke avond. Ja, nacht. Ook nog iets
Klein anders. Heel lang was het in Amsterdam dat ze naartoe gingen. En dan werd dat Vlissingen. Is daar een specifieke reden voor? Ja, geld. Always follow the money. Amsterdam gaf veel minder geld dan Den Haag, dus Den Haag. En Vlissingen ligt vlakbij Den Haag, dus dat was dan ook weer twee vliegen in één klap. Want dan moest je bij Amsterdam moest je veel verder gaan zoeken naar die avond aan het strand met dat theater daar. En dus dat heeft allemaal met geld te maken. Want Amsterdam is natuurlijk 1000 keer romantischer als stad dan Den Vlissingen Haag. is wel origineel natuurlijk, hè? Want Den ik had Haag. niet. Nee, ik bedoel, het gaat over de Vlaamse versie, hè? Ja. Dat, met dat theater aan zee en zo, dat werkt visueel wel heel mooi, hè? Ja, nee, Vlissingen was een heel goeie. Ja. Vlissingen was een heel goede keuze uiteindelijk. Ja. Sorry, ja, ik verwar hier Den Haag, Ja, inderdaad. ja. Ik Ja, verwar Den Haag met waar het ja. in Ja. Nederland gedraaid is. Maar ook, want trouwens, in de Nederlandse film hebben we exact hetzelfde huis. Exact, daar hebben we nu eens bijna exact hetzelfde gedaan. Alleen met Jan Rubens, die de eerste gedraaid had als eerst beginnend als cameraman. En dan heb ik de cameraman na 5 dagen ontslagen, de Engelse cameraman. En dan is Jan Rubens erop gekomen. Maar ja, die kwam eerst Steadicam doen. Zou die komen doen? Dus die worden ineens van de ene dag op de andere gesmeten in de film maken. Dus qua decoupage en allee, dat was allemaal instant werken. Terwijl hij Den Haag van in het begin gedaan heeft, de Nederlandse versie. En dat voel je soms in zijn beelden, dat beter bedacht was, visueler was. Zo, superleuke camera, goede cameraman ook, vind ik. Heeft ook met Woody Allen gewerkt, hè? Ja. Om maar iets te noemen. Die film in Parijs. Steadicam bij Midnight in Paris, ja. Nee, kader ook. Nee, dat. Ah, Nee, Steadicam. Steadicam, ja. Een scène dat ik jammer vond dat die er niet is, uiteindelijk in is gebleven, is dat ze het feestje waar dat ze dan Theo uiteindelijk betrapt met zijn nieuwe vlam. Er was een scène dat hij zij daar dan in de kelder komt en dan de regisseur van het theater haar begint te regisseren. Allee, hun begint te regisseren. Dat is. Magisch realistisch over de reactie. Sorry? Magisch realistisch bedoelt je? Ja, Dat was een inderdaad. fantastische scène. Ik weet niet of dat jullie dat nog herinneren, maar er was een scène dat zij dan. Hij begint zo over zijn personage te praten tegen de regisseur ineens. En dan ineens komt dan de nieuwe vlam binnen en die zegt van, ah, is het al aan mij? Van nee, het is later. Maar dat is dan die nieuwe scène geworden dat ze eigenlijk gewoon op het dekterras komen. Grappig, dat Die zit in de heel film ver zit. mee. En dat Ja. zit heel ver In een mee, hè? Nederlandse film komt zij toch op een filmset? En was dat ook in de Vlaamse serie? Is daar een scène op een filmset? Theo is filmen. Ah ja, die werken samen natuurlijk. Oh man, ik ben echt waar. Dat is zo ver weg. Maar een feestje, ik weet al waardoor dat komt, denk ik hoor. Dat is weer geld, hè? Dat zijn weer, ja. Maar ik denk de scènes die we niet gedraaid hebben, die geschrapt zijn, hebben allemaal met geld te maken. Dat bijvoorbeeld in Sprakeloos, ik spring nu naar een andere film, maar dat was omdat dat een van de meest dramatische oplossingen was, vond ik. En we hebben dat goed opgelost, Bert en ik. Maar we konden niet in een kerk draaien met figuranten en met allemaal in historische kledij. Allee, historisch, hè, die jaren dan van Sprakeloos, 1960 of wat was dat? Dat die jongen begraven werd, die broer. En dus ja, hebben we het opgelost door Marie die uit het raam kijkt en Jan de Cler. En Jan de Cler. Flor de Cler, die met zijn kinderen naar de kerk loopt naast een begrafenisauto. En dan achteraf hoorde de speech. Op het cassette-recordertje van Flor, van de papa, in Sprakeloos. Ja, dat is heel veel geld bespaard, natuurlijk, hè. Maar Ja, dus... Ja? Nee, sorry, ik wou niet onderbreken. Nee, ik ben niet zijn aan het lezen. Wat er eigenlijk was, was dat de kelder was gebouwd
in een theaterpodium, op een theaterscène. En dan werd die scène van de film, van de echte Smoor Verliefd film, eigenlijk een soort theaterscène. Dat was het. Maar grappig, dat was ik ook helemaal vergeten eigenlijk, Rick, dat ja, ik ben dat ook compleet vergeten. Ja, en voor mij is het heel nieuw natuurlijk, want ik heb het juist gelezen. Ja. Voor jullie is het al even langer geleden. Nu, de casting. Heb je zelf overwogen om mee te spelen? Nee. Maar dat was wel een... toen dat de hoofdpersonage een actrice werd, herinner ik me dat gesprek nog, dat Bert en Frank zeiden van Hilding, je moet dat doen. Bij Bert dat... Ah. En ik heb ook gezegd, ja, op voorwaarde dat ik 10 extra draaidagen krijg, dat ik mag reshooten, een aantal dagen reshoot krijg. Ik heb dat gedaan met de Suikerpot, dat was hels. En spelen en regisseren. Voor Judith vond je Veerle Dobbelaar? Ja, en vinden is wel het woord in die zin dat we enorm veel vrouwen hebben auditie laten doen en ik vond haar niet. Ik wou eigenlijk Els Dottermans, maar die was op dat moment, zag die er niet uit als een frisse, verleidelijke vrouw. Die had net 2 kinderen. En dat is misgelopen, die auditie. Maar van alle vrouwen was Veerle naar auditie. Knalde erop, dat was het dichtst bij wat ik zocht. En ik herinner mij dat ik zei dat ik eigenlijk nog verder wou zoeken. En dat ik zei van, ben niet 100% zeker. En dat Bert en Frank zeiden, Hulde, dat is ze, komaan, twijfelt nu niet meer. De producenten, die ook allemaal al radeloos waren, want ik had al zoveel vrouwen getest, dat je op den duur niet meer wist wie dat je nog moest gaan testen. Ik was zelfs bereid om onbekende mensen te gaan testen, maar ik had ze nog niet helemaal echt. Maar uiteindelijk... Frank en Bert, die overtuigden mij dan. En dan is het dan Veerle Dobbelaar geworden. En dan, voilà. En dan Wiene Dirks, van een droom was voor die rol. Die doet dat zo geweldig. Maar je moet met al die acteurs... Dat is ook wel de grote opgave, vind ik, van een regisseur. Bert mag mij daarin tegenspreken. Misschien is dat voor hem niet zoals regisseur. Maar je moet met elke mens omgaan zoals die mens is. En die zijn niet allemaal hetzelfde. En bijvoorbeeld Wiene... Dat is een slakje. Dat is echt een slakje. Als die een scène gespeeld heeft en die moet naar de kledij om een ander kostuum en een andere make-up aan te doen voor een volgende, dan is die nog helemaal in die scène en die wandelt zo rond. En hoe dikwijls dat ik die winnen, slakje van mij, naar de kleedkamer nu. Ah, ja. En Veerle is eigenlijk een heel onzekere actrice die veel bevestiging nodig heeft, ondersteuning heeft. Marie, dat was... in die zin moeilijk, omdat die al een tijd niet meer thuis woonde. Toen ik de kus deed met Marie, woonde die thuis. En ik ben tijdens het draaien in de Hilton gaan wonen. En zij is thuis gebleven, omdat ik niet mama wou zijn, naast de regisseur ook nog. Maar dat was het kind dat bij mij thuis woonde en ook naar school ging. Maar Marie op de set, 6 jaar ouder, 7 jaar ouder, van 's morgen verliefd. Die ging zich ineens, die voelde zich natuurlijk zo veilig bij mij dat hij zich ging moeien. Mama, zou je die camera niet een beetje meer naar daar zetten? En zo, dat ik echt zei, hey, wil je eens wegblijven? Doe jij jouw job, ik de mijne. Dus dat was met Marie. Daar had ik zoiets mee van, hè? Wat is er met dat kind gebeurd? Dat is een volwassen vrouw geworden die zelf inzichten heeft, ondertussen gestudeerd, dat op een theaterschool zat. Allee, dat was voor mij een omwenteling om mijn dochter, die ik niet meer elke dag zag evolueren, zo'n sprongen te zien maken. En dan het jonge meisje, maar dat was een schat van een jong meisje. Maar jonge kinderen, dat moeten dan ook weer een heel andere manier van hoe je ermee omgaat. En dus ja, regisseren is wat dat betreft, ja, geef mij toch maar een roman, hoor. Laat mij toch maar kalm op mijn stoel zitten schrijven. Ook in de, voor de mannen dan, Jan de Cler als Bob? Jan de Cler was eigenlijk van in het begin evident. Ik heb hem het scenario in de bus gestoken, gevraagd wat hij wou doen. Hij wou dat doen, alleen brak Jan de Cler een dag voor het draaien zijn tand. Zijn voorste stifttand. En dus als die lachte, dan hadden daar een zwart gat.
En daar, ik weet niet meer hoe het is niet opgelost, geloof ik. Ik denk dat ik hem bijna zijn mond niet laat open doen. Of is het wel opgelost? Ik herinner het me niet meer, maar dat was de stress van de dag. Dus dat was Jan de Kleur, maar dat was heel leuk mee, Jan. Maar dat was maar één dag draaien, hè. Coen de Bouw ook was bij mij eigenlijk van in het begin. Het is een, geloof ik, een tijdje gegaan tussen Peter van het Begin en Coen de Bouw, als ik me niet Ah ja, vergis. dat weet ik niet Peter meer. van... Ja, maar voor mij was Coen de Bouw, ik vind dat een van ons allergrootste en meest onderschatte acteurs in die zin dat, ja, die wordt zo rap weggezet. Dat is nu wel minder als de mooie man, de mooie jongen, de mooie man. Maar ik vind dat echt een geweldige acteur. Dus dat was ook voor mij, ik twijfelde geen seconde daarover. Wie zijn er nog? Huub Stapel, Theo. Ah, die, nou, ja, die was geweldig. Ook geweldig om mee te werken. Zo'n leuke man, positief, ondersteunend op de set. En dat is ook wel, moet ik eerlijk zeggen, het verschil tussen Nederlanders en Belgen hoor. En Vlamingen, wat werkethos en zo betreft. Er zijn zeker Nederlandse acteurs met divastreken en die moet je, daar moet je dan mee omgaan, maar die zijn zo professioneel. Die komen op die set, die gedragen zich zoals het moet. Die kennen hun teksten. Nee, dat is echt geweldig. En ook, die hebben ook geen enkel probleem met auditie doen, wat veel Vlaamse acteurs wel hebben. En dat je echt denkt, jongens, waarom? Waarom? Het gaat niet om jou. Natuurlijk weet ik dat je kan spelen, de actrices of de acteurs die ik vraag voor auditie. Tuurlijk weet ik dat, maar daar gaat het helemaal niet over in een auditie voor een langspeelfilm. Het gaat echt over die match, over die thrill, die connectie tussen twee mensen. Die match, ja, dat personage dat jij in je kop hebt en dat je die ineens ziet geboren worden. Daar gaat het over. En niet over het talent dat iemand al dan niet heeft. En dat is denk ik wat ze in Nederland veel beter begrijpen. Daar wordt ook geen enkele auditie gedaan zonder tegenspeler, bijvoorbeeld. Hier, heel vaak kom je auditie en dan zegt iemand een tegentekst. Ah Daar is ja. er een acteur bij elke auditie. Van de eerste tot de laatste auditie is daar een acteur of een actrice die die tekst kent en die tegenspel geeft en die zich daarin smijt. Dat doe ik ook altijd, trouwens. Dat is heel belangrijk. Echt, dat is absurd om dat niet te doen als regisseur, om niet met acteurs die meespelen tegenspel te geven bij audities. Of meespelen, of als je ze nog Ja, niet hebt, iemand die je ja inhuurt die heel goed. Ja. die spel geeft. En je bent daar toch niet zo op aan het letten op die ander, maar je kan je veel meer concentreren op jezelf als acteur in zo'n auditie. Want je Ja. zit niet te denken, wat zegt die regisseur nu juist? Hoe klinkt die zin? Oh, die zeggen dat dan droog, hè? Die lezen. Ja, maar zeg, schat, dat wilde ik niet hoor. En dan moet jij, ja, maar ik wil wat daar tegenover stellen. Snap je? In Ja, Nederland hebben we een acteur die meespeelt. dat is En, onvoorstelbaar eigenlijk, ja, als acteur. Als je zo moet gaan auditie doen, dat kun je ja, dat bijna is niet voorstellen. absurd. Ja, En dat is... dan komt er nog bij dat er altijd een aureool rondhangt. Excuseer mij, collega-acteurs, dat ik het moet zeggen, maar het is gewoon zo. Iets loshangt van, ja, moet dat nu echt? Ja, en mensen die ook ongegeneerd komen zonder hun tekst te kennen, zonder... Die zelf zeggen van, ik zal hier wat babbelen, film mij maar. Dat is zo'n gebrek aan professionaliteit. Dat heeft zoveel met ego en ijdelheid te maken, terwijl het daar niet over gaat voor de. Het gaat er de regisseur om dat je hem de kans geeft om die personages te vinden. En jezelf als acteur ook de kans geeft om het misschien te zijn. Maar voilà. Dus dat is echt een wezenlijk verschil tussen in Nederland en België. En dan Kevin Janssens als Matthias. Oh, ook een droomacteur. Droomacteur. Ik was daar niet zeker van. Heel lang niet. Absoluut niet zelfs. Ik weet dat ik er in het begin zelfs tegen was. Dat ik het dus niet direct zag. Maar ik weet niet meer. Ja, iedereen drong erop aan. Productie. Ik denk ook jij, Bert. Van ja, toch Kevin. En dan heb ik een tweede auditie gedaan met hem. En die was wel veel beter, maar pas op de set eigenlijk zag ik daar een acteur geboren worden. Allee, of een personage geboren worden. Ja, Kevin is ook iemand die er 100% voor gaat. Heerlijk.
Heerlijk om mee te werken ook. Mooi koppel ook. Marie en Wiene en Kevin en dan daarna Wiene en Koen de Graven. Ja. Dat was een knappe cast van S'more Verliefd. Dat was echt een serieuze cast dat we daar bij elkaar hadden. Ja, ja dat was wel ongelooflijk eigenlijk. Ja. Ook in Nederland hoor, ook in Nederland een hele goede kant. Ja, Nederland. Ja. Ook, Stiff Art, zelfs Frey, je had al gezegd, dat was toen net het lief van je dochter. Dat was, die waren net samen. Ja. Maar ook die stuntelige Stef, en zeker toen, dat was een jongetje. Dat was een jongetje. Ja. Ik vond dat natuurlijk wel leuk om die met twee in de film te... Maar hij doet dat ook heel goed, vind ik, die stuntelige jongen. Ja, die scène waar dat ze het ook uitmaken, dat hij dan helemaal nat aankomt. Ja. En dat ze dan ernaast komt zitten en alles is terug goed. En dan krijgen we die rewind. Het pakt mij... Allee, zo van, dit zou het moeten geweest zijn, maar eigenlijk was het dit. Is er zo die scène. Dat ben ik ook al vergeten. De in de film... Nee, ik niet. Die zit in de dat film. Dat is een heel schone kleine scène in die kamer van Marie. En hij komt op dat bed zitten. En zij komt ernaast zitten. Dat is een heel mooie kleine scène, zo. En daar bedoel je toch, hè? Ja, inderdaad. Ik was ervoor verrast toen ik de film eerst zag. Van, oh my. En ik was er terug door verrast toen ik het scenario dan las. Zo van... Ja, ja, ik vond dat mij wel pakken. Zo. Mm-hmm. Mooi, denk ik, dat ze zegt. Ja. Maar ik vond dat ook altijd, en vooral in al zijn eenvoud, zo. In die hele eenvoudige, die er kletsnaakt en zo, en als je dat daar wat afdroogt. En, ja, dat was een heel schone scène. Ook om te draaien. Dat was zo'n speciale sfeer, ja. Ja. Ook in Nederland. Nu, over het draaien zelf, we hebben al een paar dingetjes aangedaan. Heb je nog specifieke anekdotes over het draaien, dat je nog aan denkt? Nee, niet echt, denk ik. Behalve in het begin was dat toch wel voor mij een enorme stress dat ik met die cameraman, dat helemaal niet... En ik voelde dat in de voorbereiding al, dat dat niet goed ging. En ik had ook bij de productie een paar keer hen daarop aangesproken en gezegd van... ik vind dat dat niet smooth loopt, was een Engelsman. Ik vond dat dat niet goed liep. Die zei altijd, ja, maar ik weet wel hoe en wat. En wat bleek, dat ik op de duur op de set eigenlijk de camera ook moest regisseren. En acteurs. En dat gaat niet. Dat is echt te veel van het goede. Zeker met zo'n moeilijke film, met al die personages, die een topcast, waar dat je toch als acteur stevig tegenover moet staan. Zo. En dat was echt te veel. En ik weet hoe productie in shock was, omdat ik zei, dit gaat niet. Maar ik voelde echt, ik haal dat niet. Ik haal het einde van het draaien niet. Dit gaat niet. Dit gaat zo ten koste van de film gaan. Dit mag gewoon niet gebeuren. En en dan is Jan Rubens ingevallen. En dat klikte van de eerste seconde. Maar echt van de eerste seconde. En ik kon heel die camera loslaten. En mij volledig focussen op die acteurs. En Eddie dan natuurlijk niet te onderschatten. De first assistant. Eddie Stevenzijns. Die dan... Want je hebt toch... Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, Bert, in het regisseur. Maar je hebt toch dat triumviraat van camera, regisseur en first AD. First assistant. En die drie, dat is het hart van de set eigenlijk. Daar gebeurt alles. En Eddie moet dat dan communiceren naar alle departementen. Maar daar gebeurt het. Gaan we hier draaien en dan... Jan, kom eens mee naar hier. Kijk eens hier. Zie eens, als ik nu die camera hier sta en zij staat daar. Ah ja, in Vlissingen maakte die beelden. Dat ik echt, wauw. Die bracht dan zelfs een enorme tele mee die we niet konden betalen. Die we niet konden betalen. En dan zie je die twee figuurtjes tegen die muur van zee lopen. Zo, oh man. Dus dat is een prachtige scène ook. Omdat dat zo, ja... En dat was een kruisbestuiving tussen ons van verbeelding.
En net zoals met Bert, van elkaar elke keer de volgende trap te doen, opgaan naar boven. En uiteindelijk kom je boven aan een trap. Maar als je met iemand zit die niet mee de trap, die niet, als jij een stap zet, een volgende zet, waardoor dat jij ook een volgende weer kunt zetten, want zo werkt inspiratie wederzijds. Van, ja, maar als jij dat aan, dan kunnen we, ah ja, en dan kunnen we ook dat. Precies, en als we dan dat, ah ja, voilà, we zijn er. Snap je? En zo werk je. En dat was met Jan Rubens geweldig. En dat was met Eddie en met drieën. Ja, dat was super op de set. Voilà. Right. Ja. In de postproductie dan, er waren, als ik het vergelijk met het script dat ik had gelezen, waren er een paar scènes gewisseld. Ik weet niet of dat een beetje puzzelde was tijdens het monteren. Postproductie was, vind ik sowieso, de meest moeilijke fase van film maken. Ik vind montage een afschuwelijk iets, totdat het in elkaar valt en je adem kunt halen en denkt, oké, we hebben iets. Maar ik vind montage is echt, wow. Ik heb ooit een cursus gevolgd, ik ga er niet veel over uitweiden, maar er was een Amerikaanse monteur en die zei, monteren is to slap some air into the baby. En S'morgen Liefd heeft de eerste 6 weken niet geademd. Die baby ademde niet. Die schreeuwde niet. Er gebeurde niks. Dat was verschrikkelijk. Ik ging dood. Want wij hadden ons zo geamuseerd op de set. En wij hadden echt het gevoel van... Ja, we hebben hier materiaal. We gaan hier een straffe film. En dat werkte voor geen meter in de volgorde zoals het scenario was. En dat werkte wel op scenario, maar niet op beeld. En dan hebben Bert Jacobs heeft de montage. Bert Jacobs. Wacht, ik ga eens dubbel checken. Bert heeft de Nederlandse versie gedaan. Ja, sorry. Philip Ravoet heeft Philip Ravoet de Vlaamse gedaan en Bert Jacobs de Nederlandse. Ah ja, precies. Philip Ravoet. Want dan hebben we echt een... Oh man, dat was verschrikkelijk die eerste 6 weken. Ik was daar zo gedeprimeerd van. En dan zijn wij echt beginnen een scenario omgooien. De beginscènes naar achter. Omdat in het scenario klopte dat wel, maar dat je dat las en dat die informatie dan kwam pas, of de payoff van iets. Maar in de film was dat veel te laat. En dan, ik herinner me echt zo... Ja, daar hebben we enorm in geschoven. En wij hebben natuurlijk... de Nederlandse versie op de montage van de Vlaamse film gedaan en niet op de versie van de Vlaamse film, ja. Bedenk ik nu. Dat had ik ook gemerkt, ja. Ja. We zijn verder op de Vlaamse film gegaan en niet op het Vlaamse scenario dat we hadden. Ja, ik had ook van de Nederlandse producent ook een postproductiescript van de Vlaamse versie gekregen. Ah ja. Het was ook handig om zo vergelijkingen te doen, want dat begint ook effectief met Antwerpen. En, ik zou graag een paar specifieke scènes ook eruit pakken. Het zo die scène in het Museum van Schone Kunsten? Ja. Winne Dirks binnenkomt. Ja, ik moet mij niet zeggen welke, ik weet het wel. Ik weet welke. Nu weet ik wat het is. Daar heeft iedereen het dus over. Dat is het dus. Oh my god. De orgasmescène. Ja, inderdaad. Ik vind die enorm vlot in beeld gebracht. De manier waarop je dan ook rond die zetel dan zit. Zij loopt er rond, zij zit erop, zij kijkt erover. Heel, heel leuk in elkaar gestoken, vond ik. Heel moeilijke scène. Heel moeilijke zaal, qua licht. Ja, en dan al die assen, hè, gedraaid langs alle kanten van die ronde stoel. Dus wow, dat was echt geen gemakkelijke scène. Maar wel heel leuk om te doen. En wij hadden maar een halve dag, 4 uur. Echt? Dus, ja. Dus dat was echt... Ook nog een scène, Michel, dus personage van Marie, die ontslag neemt. Ja. En hoe dat dan... Ja, haar vader amper erkent van dat aan het gebeuren is. En ja, ik vind dat Marie er heel diep voor gaan. Ja, maar
Ziet hij daar het klein meisje nog? Hij ziet het klein meisje nog, ja. Ja, hè? En zij, oh, maar ze speelt dat ook geweldig, hè? Die tranen die opwellen in haar, al dat verdriet dat gevoelt van haar, die ontgoocheling in die vader die nul aandacht heeft voor haar. Ja, goed geregisseerd ook. Ja, in de eindigt ik slaag er wel in om heel veel uit mijn acteurs te halen. Ja, ik ben een heel goede acteursregisseur. Ik ben niet zo goed visueel, vrees ik, maar een acteursregisseur ben ik zeker wel. En een verhalenverteller, ja, zeker. Ja, dat is een mooie scène, die met Marie. De scène waar de, Barbara, dus Wiene, personage van Wiene, belt met Matthias, personage van Kevin, terwijl ze seks heeft met Johan. Dat is... Ja. Dat is eerst zo een beetje comedy en er is zo'n... Ik vind dat een de manier waarop dat Kevin dat ook zegt. Zij zegt van, ja, het is mijn minnaar. En dan is hij aan het bellen en dan is hij van, het is haar minnaar. De manier waarop hij dat doet, vind ik heel... Ja, er zit veel achter, vind ik. Ja, en... Ja, zeg maar. Een grootse actrice, hè, Wiene. Wiene is echt een grootse actrice. Die dat ook allemaal verstaat. Al die emotie, man. Dan niet kunnen weerstaan aan die Koen. Daar niet aan kunnen weerstaan. Haar hart breekt voor die Kevin ook, tegelijkertijd. En al dat verdriet bij haar. Plus niet alleen verdriet, maar en schaamte en schuld. En al wat daarin meespeelt op zo'n moment. En ja, zij speelt dat fenomenaal. Zij begrijpt ook onmiddellijk als je haar iets vraagt. Ze weet zo... Ja, ze is gewoon een superactrice. Maar ook die scène, want daar moet ik dan ineens weer aan denken. Dat is een scène waar ik heel erg van hou. Als de Kevin tussen al die kartonnen dozen staat en zijn dramamoment heeft, met zijn armen opengelegd, Jezus Christus, en tegen die dozen schopt en huilt. En dan Marie die hem gaat troosten en zo. Dat vind ik ook zo'n scène. Dat doet hem zo goed, hè? Want je kan er net zo goed... Die scène kan volledig mislukken. En dat heb je natuurlijk, vind ik, in romantische komedie heel erg. Dat is altijd on the edge. Dat heb je in drama, heb je toch meer, ja, een veilige... Ah ja, je zit beter in het zadel. In een romantische komedie, dat kan slecht worden als die timing niet zo zit. Als die invulling van die acteurs niet zo zit als die... dat luistert zo nauw, vind ik, een romantisch komedie. Daarom vind ik dat ook zo jammer dat dat zo onderschat wordt en dat dat niet serieus genomen wordt in de filmwereld. Ik weet niet of dat nu al beter is, maar je moet een romantische komedie niet naar een filmfestival sturen. Dat zeggen ze op voorhand al. Dat heeft geen zin. Dat is arty-farty moet het zijn, of ik weet niet wat het moet zijn, terwijl het zo moeilijk is. Jaren is om dat goed te doen, vind ik. De film had zijn release als openingsfilm van Filmfestival Gent in 2010 dan. En de Belgische release in december 2010. Dat was zo in de kerstperiode en ik heb hem altijd al gekeken als een kerstfilm, maar eigenlijk is het zo een heel jaar door. Dus ik weet niet hoe dat jij dat beziet. Is het een kerstfilm? Nee, maar ja, romantische komedie past wel bij kerstmis en bij herfst ook. Minder bij lente en zomer. Hoewel ik altijd naar een romantische komedie kan zien. Maar het is toch echt wel zo over de winter en de herfst, zo romantisch. Ja, ik herinner me, als ik aan de film denk, ook vooral mutsen en die gezellen. De scène met Marie en Kevin op het strand in Vlissingen. Of de seks en de kerstballen bijvoorbeeld. Ja. Ja, als ik aan de film terugdenk, geeft dat toch een heel erg kerstgevoel of een heel erg wintergevoel voor mij. Zeker een wintergevoel, ja, absoluut. Ja. Maar het kan in alle seizoenen, hè, maar het is gewoon leuk als het buiten zoals nu vreselijk weer is om binnen naar Smoor Verliefd te kijken. Dat is gewoon heel leuk. Ja. En dan na de release is er ook een Nederlandse versie gemaakt. Daar hebben we het ook al eventjes over gehad. Ben je zelf dan benaderd voor de Nederlandse versie? Hoe is dat gegaan? Ja, die producent was deels al co-producent van de Vlaamse versie. Die zag natuurlijk dat dat een succes was in België, want die heeft toch
270.000 kijkers of zo toen gehad. Dat was echt een succes en die wou daar gewoon een remake van en die vroeg me dat. En ik dacht oorspronkelijk, oké, easy money, ik ga geld verdienen, ik ga dat even dunnetjes overdoen met andere acteurs. En dat was gewoon fout bekeken. Je kunt dat niet zomaar overdoen en bovendien zou dat ook niet interessant zijn. Met andere woorden, je begint eigenlijk weer van nul. Ja, behalve dat je... En dat is wel jammer. Je bent een beetje de verwondering kwijt. Omdat in je eerste film zie je elke scène voor het eerst op je videoassist erna. En even, je kijkt even terug. Oh, wauw, en dat beeld. En oh, wauw, en die scène werkt echt. En oh, dat werkt ook. En die verwondering die je hebt om dat scenario waar dat je zo lang aan gewerkt hebt tot leven te zien komen, die is weg. Die heb je geen tweede keer. Je hebt die gehad. En dat is wel jammer. Dat wordt, daar, ineens wordt het daardoor toch een beetje meer werk. Way of speaking. Maar, ik heb me geen... Oh, sorry Bert, zeg maar. Nee, ik denk dat ik de Nederlandse film beter vind, regiegewijs. Ja, ik ook. Ik ook. Ja, ja, ja. Ik ook. Gek genoeg. Die is moderner. Die is... Nee, dat is wel tof. Dat ook vanuit dat je die tweede kans krijgt, tweede mogelijkheid krijgt om het nog beter te maken. Dat is wel leuk natuurlijk. Dat krijg je zelf. Terwijl ik dat niet dacht, terwijl ik eraan bezig was, dat het beter was. Maar wat er beter aan was, was dit is... Smorverliefd België was romantisch. Een beetje klassiek. Zelfs. Mm-hmm. Terwijl Nederland was een urban film. Dat was urban comedy. Dat was minder een romantische comedy. Dat stadse, die stad en die steedse mensen... Die waren veel meer van de wereld, precies, of zo, op een of andere manier. En dat zijn Hollanders ook wel. Allee, dat heeft ook met Holland te maken, zo. En ik zag al heel snel dat ik een heel andere toon daar moest... Ook de grappen natuurlijk. In Vlaanderen de grap dat Judith aan het huilen is omdat Jan de Kler het heeft uitgemaakt en dan, of omdat het gedaan is. En dan zegt ze, ja, maar als ze zijn gebied uitdeed, dan kon hij wel. En dan zegt Koen, ja, genoeg informatie, dank u wel. En in Nederland zei ze, een gebied, dat is bij ons alleen bij mensen boven de 75. Die hebben een gebied. Niemand heeft in Holland nog een gebied. Dus als je die zin leest, zei die, dan denk je alleen maar, bah, wat vies. Snap je? Dus dat moesten we echt veranderen. En zo waren er nog grappen. Die we moesten ook de namen, maar ook grappen. En dan zie je dat die humor helemaal anders is dan de Vlaamse humor. En daardoor de toon van de film ook. En daardoor zo dat... Ja, ik kan het niet anders als moderner noemen. De Nederlandse versie is moderner dan de Vlaamse versie. Heel gek. Maar ik ben blij dat ik ze alle twee heb gemaakt. Want ik ben ook heel erg dol op het kitschgehalte van de eerste versie. Daardoor heb ik Sprakeloos ook binnengehaald. Door het kitschgehalte van de eerste versie. In alles... En het down-to-earth urban gevoel van de tweede. En in allebei blijft dat overeind. En is dat een goede film? Maar ik hield ook meer van een tweede, ja. Gek, hè? In de Vlaamse versie was het de Nederlandse regisseur. In de Nederlandse versie komt Philip Peters dan als Theo. Ja. Was dat ook gewoon het idee van, als we nu in Nederland zitten, hebben we een Vlaming nodig? Ja, ja, het heeft alleen maar met geld te maken. En zij wilden allemaal Filip. Want hij wel. Zij wilden allemaal Filip. En oké, ja, die is bekend en die heeft veel gedaan. En ook internationaal, Duitsland. En oké, Filip dan, hè. Pierre Bokma is terug. Maar Pierre is geweldig. Pierre is geweldig. Wat hij met een blik kan doen, wat hij met... een kleine beweging kan doen, wat die, ja, dat zijn acteurs waar ik zo verliefd op ben. En die ook alles snappen, net zoals Wiene ook, zoals elke heel goede acteur. Je vraagt een komma en die weten exact wat je vraagt. En dan weer op hun manier. Ja, ik vind dat echt meesterlijk. Ja. Jammer dat hij zo'n kleine rol had. Was ook zo zalig om mee te werken. Zalig.
Een scène die daar in de Vlaamse film wel in het scenario stond, maar dan denk ik niet gedraaid is, waar dat ze belt met haar agent na het auto-ongeval. Die zit dan dat is wel wel... gedraaid, maar dat is eruit. Dat is gestorven in de montage. Maar niet meer waarom. Ook lang aan gewerkt om die te doen werken. Maar die is wel gedraaid. Ja, ja, zeker. Maar ze is uiteindelijk wel gebruikt in de Nederlandse versie dan. Ja. Ja. En het grote verschil met de Nederlandse versie tegenover de Vlaamse versie, ook qua scènes, is dat het volledige, de laatste scène is, wordt er plotseling naar een luchthaven gegaan. Ja. Ja, die meneer die daar in zijn busje komt van dat programma van Mensen Gelukkig Maken, waar dat Suzanne dan in dat caravanneke gaat zitten. Dat is zo'n romantisch programma van een tv-programma in Nederland. Is dat heb ik het uiteindelijk... uiteindelijk uitgegooid? Ik denk dat er volledig... Het stond in het scenario, ja, ik heb maar... het helemaal uitgegooid. Ja, The All You Need Is Love, denk ik, noemt ja, het was verschrikkelijk. En dat moest van de distributeur. En dat moest, en dat moest. En toen heb ik... Oh, en wij hebben dat gedraaid. En ineens kwam er zo'n lekker een tang op een varken. Dat soort scènes die je dan moet doen voor de marketing of voor volk te trekken. Oh, en dan kwamen de cinema mensen kijken zo, hè, die dan naar die versie van die film. En daar heb ik dan moeten pleiten van, geef mij de kans om één versie te maken zonder dat. En kijk daar dan naar. En ik mocht, en ze hebben daarvoor, ze zijn gezwicht. Ze verstonden het. Maar daar heb ik echt moeten vervechten om dat eruit te krijgen. Oh, You Need Is Love. Ja, oh, vreselijk. En natuurlijk, ik heb niks tegen dat programma en tegen die mensen. Maar dat sloeg als een tang op een varken in die film. Ineens zo Suzanne Visser die dan in dat caravanneke gaat vertellen over haar man en dan naar de vlieghaven rent. Dus nee, die rent gewoon naar de vlieghaven. All right. Dat was dan de Nederlandse versie. Hoe kijk je terug naar de film? Krijg je er nog reacties op? Nee, niet echt. Nee. Maar ik leef ook een kluizenaarsbestaan, hoor. Dus ik kom weinig buiten en zo. Nee. Als die weer eens gedraaid wordt, dan krijg ik wel reacties. En mensen, veel mensen hebben dat gezien en hielden van die film. Dus... Maar hij heeft het ook echt goed gedaan in bioscoop destijds, hè? Ja, heel goed. Maar ook, Rick, ik heb ondertussen zoveel andere dingen gedaan. Mijn documentaires, Als je eens wist, daar praten mensen veel meer over. Mijn columns ook, Sprakeloos, daar spreken mensen vaak over. Ik heb zoveel meer, ik heb zoveel gedaan sindsdien, dat ze hebben het niet meer over Smoorverliefd, nee. Alright, en voor jou, Bert, Smoorverliefd was de eerste film die je geschreven hebt? Ik had ooit al een kortfilm gemaakt waar ik niet enthousiast over was, maar dat was eigenlijk mijn professionele vuurdoop, Smoorverliefd. En ineens bij mij. Ja, en dat was zo aangenaam. En dan eigenlijk Sprakels was om de tweede professionele wapenfeit. En dan daarna is mijn eigen film gekomen. Maar het grappige is, ik ben wel nog altijd bij Caviar, bij Bert waar we soms over praten, is nog altijd mijn producent. Eigenlijk zit ik bij dat productie. Dat is nog altijd, dat is wel grappig, dat dat eigenlijk ook al zo lang meegaat, al 15 jaar. Ja, inderdaad. Maar ik heb nu tot deze zomer hard zitten werken aan die twee seizoenen van Fuck You Very Very Much. En nu is het nu volle bak schrijven aan een nieuw idee. Ik sprak met Hilde van Miegem en Bert Scholiers. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. De vorige afleveringen van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcasts, Spotify of de website vlaamsefilmpodcast.wordpress.com. Bedankt aan Hilde van Biegen en Bert Scholiers voor het interview en Daniel Raaphorst voor het script van de Nederlandse film. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boeikes, dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.